We staan hier in de heemkamer en dat is omdat het slotje verbouwd wordt en er dan geen plek is. En er is vanavond een dorpsraad. De dorpsraad van Herpen wordt voorgezeten door Ton van Leeuwen en daar heb ik een gesprek mee. Ton van Leeuwen, goedenavond. Goedenavond. Ik wou het even hebben over het bijpraten voordat we op vakantie gaan. En dan pak ik als eerste thema aanpak Sint-Sebastianenstraat door de projectleider. Ja, Tony, dat is inderdaad, voordat we op vakantie gaan, laten we even aan iedereen zien wat er na de vakantie zeer waarschijnlijk zal gaan gebeuren. En dat is dat het stuk van de Sint-Sebastianenstraat vanaf het Allard van Herpenplein tot voorbij, of laten we zeggen ongeveer tot aan de brug, zal opnieuw ingericht gaan worden. En kun je me ook vertellen wat er dan gaat gebeuren? Nou, ik kan dat uiteraard vertellen, want ik heb in het voorjaar een voorontwerp gezien, wat ook met de bewoners van de Sint-Sebastianenstraat is gecommuniceerd. Maar vanavond zal de heer Paul van Erp van de gemeente Os, en dat is ook de projectleider, die zal een toelichting geven van hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien. Prima. Nou, dan gaan we naar de volgende. Is de buurtpreventie, hoe staat het daarmee? Nou, op dit moment hebben we in het dorpsraadgebied Herpen als opvolger van het Witte Voetjesproject het project buurtpreventie. Dat houdt eigenlijk in dat je met een groep enthousiaste wandelaars op regelmatige tijden, zelf te bepalen overigens, een rondje door je omgeving kunt lopen in het kader van buurtpreventie. Wil je dit doen als zijnde buurtpreventie, dan word je wel gevraagd om via de gemeente Os een avondcursus, één avond, te gaan volgen, zodat je precies weet wat buurtpreventie inhoudt. Goed, dan gaan we verder met het volgende onderwerp, is het bankenplan. Hoe staat het daarmee? Het bankenplan is in 2005 opgezet en iedereen heeft in het hele gebied overal banken al of niet gecombineerd met een picknicktafel kunnen zien. Op dit moment zijn een aantal banken vanwege ouderdom door de gemeente vervangen voor nieuwe banken. Was er op die plek ook een picknicktafel die versleten was, dan zullen deze niet meer worden teruggeplaatst door de gemeente. Deels omdat men hiermee een aantal meldingen van overlast, bijvoorbeeld rommel die nog ligt nadat men heeft gepicknickt, of hangen, ja, dat men die wil tegengaan. Dan staat hier, Ton, het terugblik alcohol- en drugsavond. Wat kun je daarover vertellen? Nou, op 20 juni hebben we een tweede avond gehouden, alcohol en drugs. Dat is een voorlichtingsavond geweest voor de kinderen van het dorpsraadgebied Herp en Ravenstein voor de leeftijd van 12 tot 16. Deze avond is verzorgd met de GGD, Novatronic en theatergroep Helder. En het leuke van deze avond was dat door middel van toneelsketches een vader met zijn dochter, die speelde dus real-time echte situaties van hoe ga je om met alcohol en misschien wel een pilletje. Nou, deze scènes zijn dusdanig goed gespeeld dat iedereen eigenlijk vol aandacht heeft zitten luisteren. En ook alle ouders die aanwezig waren hebben volgens mij er best wel wat aan opgestoken. Nou, Ik vind het geweldig dat er zoveel onderwerpen vanavond behandeld worden. Ik zou zeggen, succes voor vanavond en ik zal er zeker naar kijken. Dankjewel. Ja. Als ik nog even een kleine opmerking mag maken. Mochten er mensen zijn die ook toch mee willen doen met het project buurtpreventie, neem even contact op met de dorpsraad, dan komt het altijd goed. Dankjewel. Dan wil ik eigenlijk meteen naar het hoofdonderdeel van deze avond gaan. Zoals jullie kunnen zien gaan we wat doen met de Sint-Sebastianenstraat. Daarvoor hebben we vandaag Paul van Erp van de gemeente Os uitgenodigd. Dat is de projectleider van het project. Ik zou zeggen, Paul, mag ik jou het woord geven? Ja, ik ben dus Paul van Erp van de gemeente Os. Ik ben in januari gestart met dit project. En toen hebben we het definitief ontwerp, of nee, eerst het voorlopig ontwerp gemaakt. Daar zijn de bewoners van de Sint-Sebastianenstraat, van het gedeelte waar het betreft, zijn erover geïnformeerd per brief en op internet heeft het ontwerp gestaan. We hebben toen een klein aantal reacties opgekregen.
De reacties die hebben op sommige plekken tot kleine wijzigingen geleid. Maar dat was niet echt heel erg veel. Er was een stukje groen wat erbij gekomen is. En we moeten even kijken naar een invalide verkeerplaats. Een invalide verkeerplaats die er nu ligt. En dan moet nog een keer uitgenomen worden om die te verplaatsen. Maar die gaat dan naar de zijstraat toe. Als daar geen bezwaar op komen. Wat betreft de plan van aanpak wordt het genoemd. Wat ik nu vanavond kan doen is nog eventjes het plan toelichten. Van hoe het ook al eerder een keer in de Dorpsraad gepresenteerd is. Dat kan ik dus doen. Ik heb nog geen planning. Is de termijn afgelopen voor de bezwarentermijn, zeg maar. We hebben vorige week aanbesteding gehad. De bezwarentermijn is gisteren afgelopen. Dat betekent dat er nu definitief gegund kan worden aan de aannemer. En die gaat met de planning aan de gang. We streven er nog steeds naar om vrij snel na de bouwvak te starten. Maar ja, niet alleen door de boeren, maar ook door Oekraïne. Is natuurlijk een situatie ontstaan die met betrekking tot de levering van materialen en dergelijke. Dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Het doel van het project. Er zijn een aantal jaar geleden is de Rokstraat al aangepakt. Onlangs is het Van Hempelplein aangepakt. En diezelfde uitstraling van die weg die willen we nu dus ook voortzetten in de Sint-Sebastiaanstraat. Zodat wat we nu die parallelwegen hebben liggen, dat die dus opgeheven worden. Maar daar kom ik dadelijk op. Zodat je eenzelfde beeld krijgt van die straat. En dat de automobilist niet denkt van, hé, nu hebben we in één keer een heel ander beeld. Ik zat in een 30 kilometer gebied, nu kom ik in een 50 kilometer gebied, dus dan gaan we wat harder rijden. Dus dat is eigenlijk de opzet om dus gewoon een ander indruk van de straat te krijgen. Dan is dit het ontwerp. Wat je hier ziet is de bomen. Die wat donkerder gekleurd zijn. Die zitten met name in dit gebied, dat zijn de nieuwe bomen die geplant geworden. Hier staat ook nog een nieuwe boom. Die wat lichter gekleurde, dat zijn de bestaande. Je ziet hier ook nog rode stipjes. Dat zijn de bomen die gekapt geworden. Misschien dat we verder nog kunnen, dan kan ik wat meer vertellen dan over. Dit is het beeld zoals het nu is. Dat is als het goed is wel bekend hier. Dit is het profiel nu. Dus we hebben nu een, jullie ook natuurlijk allemaal wel bekend, een rijbaan van, ik dacht, 6 meter breed. En dan twee parallelwegen met een voetpad daar langs. Dat is het beeld nu. Dit is hoe we het willen gaan maken. Een rijbaan van 4 meter breed met twee fietssuggestiestroken. Eigenlijk hetzelfde als in de Rokstraat. Die dus gescheiden worden door een lijn van keitjes. En daarnaast parkeren en de parallelwegen, die verdwijnen hier dus. Dat worden groenstroken en de voetpaden, die blijven gehandhaafd. Of ja, die worden wel herstraat, maar in ieder geval die blijven daar liggen. En dan krijgen we een zodanig beeld. Om dit te bewerkstelligen moeten we 20 bomen gaan kappen. Daar zullen we denk ik ook vrij snel naar de vakantie aan beginnen. Dit is dan weer het plaatje van de groenstructuur. Ook hier zie je weer dus de bomen, ook weer in het diezelfde kleur groen, dus de bestaande bomen. In het grasgroen een soort bomen en in het donkergroen een ander soort. En die komen in het volgende plaatje komen die terug. Dit zijn de wat kleinere boompjes. En dit zijn de wat grotere bomen die daar komen. En dat zijn deze twee dan. Het zijn alle twee lindensoorten. Niet meteen in de stress van die gaan plakken, want die plakken niet meer deze. Die zijn dus ongevoelig voor die beestjes die erin komen die plakken veroorzaken. Het parkeren, zoals ik net al zei, langs de rijbaan parkeren. Er komen dus extra parkeerplaatsen bij. Parallelwegen ging. Geen parkeermogelijkheid meer. De zebrapaden die er liggen, dat ligt hier net voorbij het Harald van Helpenplein, die blijft gehandhaafd. Maar ook het zebrapad bij het verzorgingshuis blijft ook gehandhaafd. Ja. En de drempels, ik heb het hier drempels genoemd, maar het zijn eigenlijk deels plateaus. Die worden wat gelijkmatig verdeeld. En daardoor komt de drempel die nu ligt bij het zebrapad, die komt te vervallen. Maar er komt wel een soort van schijndrempel terug. Ik weet niet of dit volgende plaatje, daar staat die op. Dus dat,
We krijgen hier, ja, hier is deze drempel, dat doen we eigenlijk niet zoveel, dat is bij het Alphen van Helpenplein die al aangelegd is. Hier komt een verhoogd plateau te liggen op deze kruising. En op deze kruising komt een verhoogd plateau te liggen. En bij de ingang van de Komgrens ligt al een drempel, die gaan we nog wat aanpassen. En die komt daar dus te liggen. En hier bij het Zebrapad, krijgen we enerzijds dus het Zebrapad wat de markering krijgt. Maar we gaan ook het kruispunt ook zodanig markeren dat het lijkt alsof het een drempel is. Het is niet zo, ja, mensen die daar bekend zijn, die zullen denken, ja, het is geen drempel, dus ik rij daar gewoon voorheen. Maar het is wel eventjes weer een aandachtspunt van... De middenberm blijft hier wel, de groenstrook, met de zonnestruis. Nee. Die verdwijnt ook. Ja. Wat we ook nog gaan doen, en dat heeft, ja, dat is behoorlijk veel werk, de rioleringen gaan we vervangen. Die ligt nu, tenminste grotendeels, niet overal, maar grotendeels wel. Er liggen nu twee vouwwaterriolen in de parallelwegen, onder de parallelwegen. Die gaan we opheffen, die gaan er zo ver mogelijk uit. En we gaan één vouwwaterriool leggen onder de rijbaan. En daarbij gaan we ook nog apart het hemelwater afvoeren. Dus het hemelwater dat op de weg komt, dat wordt via het hemelwaterriool afgevoerd. Dat wordt aangesloten op de Wooistraat, op de Slootaart, dat voert het naartoe af. Het is een infiltratieriool. Dus we willen niet zeggen dat al het water wat in het riool komt ook in die sloot in de Wooistraat komt, want het zal ook al, zeg maar, zijn weg daarnaartoe zal het ook al in de bodem infiltreren. En daarmee willen we ook weer voorkomen dat de droging, wat ook in zandgebieden natuurlijk nog veel voorkomt. Uiteindelijk de verbouwing begonnen. Dus dat is fijn. Het loopt ook in principe zoals gepland nu op dit moment redelijk spoedig. Er is veel overleg. Elke vrijdagochtend is in ieder geval beheerders met de bouwmensen altijd samen even in conclave om te kijken hoe het loopt. De fasering is in principe ook bekend. Fase 1 is, ik moet even spieken, ze zijn gestart natuurlijk met het woonhuis. Dat is dan de oude gymzaal, zeg maar, de tafeltennis en de huiskamer is het. Ook de zolder daarboven, dat is ook de reden waarom eigenlijk geen gebruik mag worden gemaakt op dit moment van de hoofdingang van het slotje. Uit veiligheid, omdat daar op zolder alle technische installatie geplaatst gaat worden. Die duurt ongeveer tot december. Dan gaan we, waar nu de huiskamer is, is de planning dat daar een keuken komt. Die hebben we heel even omhoog gezet, omdat het nog niet helemaal helder is hoe het er dan precies uit moet gaan zien. En nu per direct komen met een elektrische tekening was niet zo heel handig. Dus daaruit zijn de beheerstichting, maar ook de zorgcoöperatie, ons clubje gaat daarin hoofdelijk meedenken. Die hebben in ieder geval aangegeven ook om die keuken graag te willen gaan gebruiken, om zo te gaan kijken. Er is ook al contact geweest bijvoorbeeld met mensen gewoon uit het dorp vanuit horeca, die daar eventueel kunnen en willen gaan huren, om zo te gaan kijken hoe die vormgegeven gaat worden. Dus die is even omhold, dus die wordt later toegepast. Dan hebben we vanaf december fase 2, die begint dan eigenlijk in januari, dat is eigenlijk dan de hele linkervleugel, dus de vergaderruimte, dus de soos, het kleine slotje. En in maart komen we dan als laatste eigenlijk, dat is dan ook na de carnaval, bij de grote zaal. En vanwege het woonhuis komt er ook een heel stuk tuin bij, dus die wordt dan ook meegenomen. Dat is eigenlijk voor nu de planning zoals die loopt. Als er verder geen gekke dingen uiteindelijk toch stiekem nog tegenkomen, dan hopen we dit zo vol te maken. De Beheerstichting is in ieder geval bezig met subsidieaanvragen. Die zijn wel heel erg van belang, want het verbouwpotje is wel echt in het gebouw heel veel nodig. En een stukje aankleding en inrichting ligt ook voor een deel bij het slotje eigenlijk, en bij de Beheerstichting van het slotje. Dus daar hebben ze hulp voor gekregen om subsidies links-rechts te krijgen.